En ons opsporingsprogramma Bureau Brabant vraagt Peter Boots weer uw hulp bij het oplossen van politiezaken. Ja, Peter, wat zit er vanavond in de uitzending? Een bekende liquidatie in elk geval, hè? Ja, Maaike, dat is de liquidatie op Aran de Jong in Eindhoven. Dat was op zaterdagochtend 17 november vorig jaar rond 16:45. Dan komt Aran met zijn familie na een nachtje stappen. Komt hij bij zijn huis aan en dan wordt hij opgewacht door een man met een bivakmuts op. Die probeert hem daar dood te schieten. Aran slaat op de vlucht, maar de schutter weet hem even verderop op een fietspad toch nog dodelijk te raken. Nou, wij hebben vragen over die avond, over de schietpartij zelf natuurlijk, de mogelijke aanleiding daartoe. En we hopen dat bewakingsbeelden daarbij kunnen helpen. Ja, want er is nog heel veel onduidelijk, hè, over die zaak.